In de laatste 800.000 jaar durfde het wereldklimaat al wel eens drastisch te veranderen. Met soms gemiddelde temperatuurverschillen van meer dan 10 graden op 100 jaar. Dat wil zeggen dat een streek als Madrid in minder dan 100 jaar een soort Scandinavië kan worden. Hoe konden de mensachtigen die toen leefden de plotse kou overleven? Genen zouden hen een dikke pels kunnen laten groeien. Maar dat zou minstens honderden jaren van genetische evolutie in beslag nemen. Te lang dus. Het culturele alternatief is wel een haalbare kaart. Wat heb je nodig? Eén individu dat op het idee komt de pels van een gevangen ijsbeer te gebruiken. We hoeven niet eens te wachten tot andere groepsleden één per één op datzelfde idee komen en ook de problemen van snit en naad via trial and error overwinnen. Ze kunnen gewoon het genie imiteren. In werkelijkheid hangt culturele vooruitgang echter niet af van de uitvindingen van enkele genieën, maar juist vooral van dat vermogen te imiteren. Neem bijvoorbeeld het wonder van de luchtvaart. Eén individu, geniaal als het mag zijn, kan onmogelijk op zichzelf alle kennis vergaren nodig om een vliegtuig te bouwen. Luchtvaart is dan ook het gevolg van een geleidelijke accumulatie van natuurwetenschappelijke en technische kennis. Hier zie je een ontwerp voor een luchtschip gebaseerd op 17e eeuwse natuurkunde. Het is maar door op de schouders van alle vorige generaties, natuurwetenschappers en ingenieurs te staan, dat de gebroeders Wright in 1903 een eerste vlucht konden maken van 12 seconden over een afstand van 36 meter. We spreken graag in termen van verwezenlijkingen van de mensheid, zoals technologie, luchtvaart en ruimtevaart, zoals culturele finesse, kunst, en zoals moraal, mensenrechten, enzovoort. Maar kunnen we die verwezenlijkingen werkelijk op onze naam spelden? Het lijkt me een nogal zware zelfoverschatting. Het lijkt me gepaster ze toe te schrijven aan een spontaan en evolutionair proces dat de mens ruimschoots overtreft. Dat proces is zichzelf replicerende informatie via het aloude systeem van de genen. En sinds iets minder lange geleden dus via culturele overerving door imitatie. Mensen die de evolutietheorie aanvaarden als een interessant verhaal om onze werkelijkheid te beschrijven, zullen het gewoonlijk niet betwisten dat de mens, Homo sapiens, een resultaat is van genetische evolutie en als dusdanig 120.000 jaar geleden ontstond. Maar minder geweten of wetenschappelijk aanvaard is de notie dat de mens niet alleen van genetische evolutie het resultaat is, maar ook van aloude culturele evolutie. Neem nu nog eens de chimpansee, onze nauwste nog levende verwant. We hebben meer dan 98% van onze genen met hem gemeenschappelijk. En onze oudste gemeenschappelijke voorouder met chimpansees leefde een 4 à 5 miljoen jaar geleden. Het meest opmerkelijke verschil tussen de mens en de chimpansee is de herseninhoud. Onze herseninhoud is 3 maal die van de chimpansee. En waarvoor gebruiken wij deze hersenen? Om te leren, informatie van anderen te verwerven via communicatie en die informatie te stockeren. We gebruiken onze hersenen voor cultuur dus. Zodoende kan de mens met de enkele genen die hem onderscheiden van de chimpansee als een eerste groots project van cultuur gezien worden. Ook biologisch. Cultuur heeft de mens gecreëerd door genetische evolutie aan zich te onderwerpen ten dienste van zichzelf. Cultuur heeft ons met uitzonderlijk grote imitatiegerichte hersenen opgezadeld. Dit ten koste van lichamelijke kracht. Een chimpansee is veel sterker dan een mens. Wat cultuur die mens dan allemaal laat doen met die grote hersenen, lijkt in functie te staan van haar eigen verspreiding in de realiteit. Haar eigen voorbestaan en niet dat van de mens. Neem bijvoorbeeld monniken en het celibaat.
Zij planten zich normaliter niet voort, dus hun gedrag kan niet genetisch verklaard worden. Zij laten wel cultuur zich voortplanten in de geschriften van hun monnikenwerk. Dus zij werken louter in functie van cultuur. In die zin zijn mensen die vandaag besluiten geen kinderen te hebben in functie van hun carrière een soort van nieuwe monniken ten dienste van diezelfde cultuur. Neem zelfmoordterrorisme. Je kan moeilijk zeggen dat de zelfmoordterrorist baat heeft bij zijn eigen dood. Nog zijn genen hebben er baat bij. Hij sterft voor zijn geloof of zijn vaderland. Voor de verspreiding van zijn cultuur, met andere woorden. Neem mobiliteit. In België zijn we bereid meer dan 1000 doden per jaar voor mobiliteit te dulden en uren in de file te staan. Maar mobiliteit betekent veel voor cultuur. Grootschalige samenwerking en uitwisseling van ideeën is immers cruciaal voor haar verdere ontwikkeling. Dit kunnen we allemaal als aanwijzingen beschouwen dat zowel de mens zelf als zijn genen ondergeschikt worden aan cultuur. In feite zijn we dagelijks bezig met zaken waar we nauwelijks rationele controle over hebben. Het begripsvermogen van één individu is veel te beperkt om het enorme informatiebestand dat cultuur is te bevatten, laat staan van nul op te bouwen, laat staan de realiteit buiten de cultuur te begrijpen. Wat we wel kunnen, is zaken aannemen, geloven, imiteren. Dat is een succesvolle persoon en die zegt dat en die doet dat, doet dat. Dus dat zal wel goed en waar zijn. Op dit simpele principe steunt zowel kunst, wetenschap, als religie. Het beste dat een wetenschapper kan doen, is succesvolle wetenschappers imiteren in de hoop hun kennis en inzichten en vaardigheden over te nemen. Hier en daar wat bijstellen met trial and error. Hetzelfde geldt voor kunstenaars, hetzelfde geldt voor elke culturele activiteit. Nu, waar gaat dit verhaal naartoe? Ooit dachten we dat de mens cultuur uitvond en daarmee een overwinning op de natuur behaalde. Niets lijkt minder waar te zijn. Postmodernistische denkers klagen erover dat de menselijke talen lijkt te verliezen. Boeken worden geschreven die titels dragen als Een wereld zonder stuurman. Alsof we ooit het roer in handen hebben gehad. Alsof het menselijk verstand ons überhaupt vrijheid verscheffen kan. Als cultuur niet verstrikt geraakt in haar eigen ambities, als haar onstuitbare honger naar bestaan en reëel zijn niet stuk loopt op een energiecrisis of op een catastrofale milieuramp, dan is een bijna goddelijke toekomst niet ondenkbaar voor cultuur, misschien wel zonder de mens. Nu nog zit ze voornamelijk gevangen in de primitieve materie van de organische natuur en dan vooral in onze hersenen. Maar nu al laat ze ons virtuele netwerken en geheugenbanken zoals het internet opzetten, artificiële intelligentie creëren enzovoort. Systemen die dra efficiënter zijn dan mensenhersenen om aan cultuur haar zijn zucht te voldoen en haar verder te laten wild groeien. Nu nog blijft haar spreiding beperkt tot dat flinterdun laagje rond het aardoppervlak, de biosfeer, maar ze is in opmars en exploreert reeds de ruimte. Ze vecht tegen natuurwetten, tegen stenen en gassen. Ze vecht voor haar spiritualiteit en virtualiteit. En dit moest er dus normaal overkomen, over die wereldbol. Oké, dat was het. De volgende keer, 18 december. De volgende keer, 18 december, zal ik graag verder ingaan op de gevolgen van dit fenomeen of deze visie voor de persoonlijke levenssfeer. Bedankt.